Opnieuw Koeman dus. De afronding op de paal. Wouters. Koeman. Sturing als hij de bal binnenhoudt. Dat lukt niet. Beste moment tot nu toe. Na de vrije trap van Erwin Koeman. Wouters binnenkant paal. Er was wat ruimte voor Van Aarle. Vandaar dat hij de bal ver voor zich uit kon spelen. Wouters. Erwin Koeman. Hij maakte eigenlijk een overtreding op Baggio, maar het mocht van Bieke. Wouters opent prima op Vaneburg. Zenga is op tijd. En Vaneburg was zo slim om niet hard door te lopen. Marocchi. De Napoli. Hakballetjes mooi van Mancini. Wouters. Sturing had gekund op rechts. De actie zelf mag ook. Vaneburg. Buitenkant schoen. Erwin Koeman. Terug bij Wouters. Die sturing ziet. Hij speelt lekker die rechtsback van Vitesse. Rechtsback bij zijn eigen ploeg. Hier speelt hij een andere rol. Kijk. Sterke jongen. En dan het schot. Dat nog moeizaam wordt verwerkt. Door Zenga, het schot van Erwin Koeman. Sturing. Opnieuw. En zo ziet het er naar uit dat onder de ogen van vele coaches, waaronder ook Bobby Robson, Nederland in zijn laatste grote interland voor het WK thuis op 0-0 gaat uitkomen tegen Italië. Nederland speelt nog tegen Joegoslavië en Oostenrijk, allebei uit. En tegen diverse amateurclubs. Maar dit tegen Italië is de laatste grote wedstrijd voor het WK in eigen huis. Witsche werd niet neergelegd, zijn Piquet, de bal werd gespeeld. Geen flauwekul, zegt de Fransman. En penalties doen we niet. En dit was een wanhoopspoging, een desperate van Adrie van Tichelen. Laatste vraag, Molder uit. Wat valt er dan toch nog te leren van deze vriendschappelijke interland? Ja, er valt in wezen is het voor mij het enige positieve dat Richard Witsche zich staande heeft gehouden. En verder hebben we ervan geleerd dat vriendschappelijk voetbal in Nederland heel erg...